Ja, dank u, voorzitter. Op 21 maart 2018 is er in Nederland een referendum georganiseerd over de wet op de inlichting en veiligheidsdienst, ook wel de sleepwet genoemd. En toen heeft de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegengestemd. En een grote zorg die toen werd geuit was dat het tappen te ongericht zou zijn. Dus het verzamelen van bulk datasets. En uiteindelijk is daar niks mee gebeurd. Want die wet is alsnog gekomen. Dat is een goed Nederlands gebruik. Als wij referenda organiseren in dit land, hebben we het eerder gezien bijvoorbeeld. In juni 2005 over de Europese grondwet, ook tegengestemd, de Nederlandse bevolking is er gekomen. En natuurlijk op 6 april 2016 hadden we een referendum over dat associatieverdrag. Tegengestemd is het toch gekomen. Toen werd er gezegd, Oekraïne wordt nooit lid van de EU. We gaan geen militaire steun geven. Nou, we hebben gezien hoe dat is afgelopen. En bij deze wet, en deze tijdelijke wet die vandaag voor de gebeurt, weer hetzelfde. Want wat de indieners toen wel hebben binnen weten te slepen, is dat er een vereisende wet werd opgenomen dat het zo gericht mogelijk zou zijn dan, te tappen. En precies dat inlegvelletje wat er toen in is gestoken, dat wordt met deze tijdelijke wet er weer uitgetrokken. Het is echt een klap in het gezicht van de Nederlandse bevolking. In het Engels zeggen ze dat is een mooi insult on injury. Het is eigenlijk ongelooflijk. Dus dat inlegvelletje wordt uitgehaald. En hoe gaat dat gebeuren? Dat komt omdat er nu een nieuwe fase aan het inlichtingenproces wordt toegevoegd. Dat is dus de verkennende fase. Daar hebben we hier, moet ik de inlichtingendienst ook even voor bedanken. We zijn op werkbezoek geweest. We hebben ook technische briefing gehad. Dat is goed uitgelegd. Dus ik denk dat het mij wel duidelijk is. En wat gaat er gebeuren in die verkennende fase? Daarin is het mogelijk. Het is belangrijk dat de Nederlandse bevolking dat ook weet. Hè? En dat is tijdens die briefings gezegd, dat lees je in de wet, die mogelijkheid krijgen de inlichtingendienst als wij deze wet als Staten-Generaal gaan ondertekenen op al het dataverkeer over kabels in Nederland, om dat een jaar lang af te tappen, een half jaar te bewaren, volstrekt ongericht, en om dat ook nog eens te delen met buitenlandse inlichtingendiensten. Nou, dat gaat dus krankzinnig, waanzinnig ver, veel verder nog dan die sleepwet. Ja, daar heb ik dus vragen over. Dus ik wil het ook wat concreter maken. Ik denk dat het ook heel goed is dat dat gebeurd is tijdens die technische briefing. Wat ik begreep uit die technische briefingen die we 5 april van dit jaar hadden, is om een voorbeeld te geven dat als er straks een aanwijzing is, het is volstrekt ongericht. Dus men heeft het vermoeden bijvoorbeeld dat de Kamer in contact staat met Noord-Korea of zoiets. Gewoon, dat hoeft helemaal niet onderbouwd te worden, want het is immers ongericht. Dat dan het dataverkeer, zoals dat over de kabels naar de Kamer loopt, dat dan allemaal getapt kan worden. Dus ook wij Kamerleden onderling, ons verkeer, dat kan allemaal getapt worden. Mijn vraag aan de minister is, kan dat? Kan dat met deze wet? Andere vraag, die ook de andere partij is gesteld. Zou het zo kunnen zijn, ook een vraag, dat straks wijken, hele wijken worden getapt. Er wordt een wijk en er is een moskee gebouwd met Soedisch geld. Nou, ongekende dreiging, hè? Zo staat ongekend. Er is helemaal geen aanwijzing, maar laten we toch maar eens alles tappen, want je weet maar nooit. Hè? In die verkennende fase, kan dat gaan gebeuren? En waar ik niet op zit te wachten, en ik zeg het ook even tegen de ambtenaar die nu wellicht meekijkt in de beantwoording, is om dan straks te horen te krijgen, zoals ook teruglezen, die vraag van ja, maakt u zich niet druk, dat gaat niet gebeuren, dat is niet de bedoeling. We gaan het heel zorgvuldig doen, er is toezicht, daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd in. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in. Ik wil gewoon weten, kan het of kan het niet? Dus gaan we die bevoegdheid als Kamer wel of niet overdragen? Dat is heel simpel, hè? Dat moeten we hier weten. Dus dat zijn de vragen die ik stel. Dus ja of nee antwoord. Heel veel lijnen, hè? U praat tegen de voorzitter en u vraagt aan de minister. En als u zegt, ik zeg iets tegen ambtenaren, dan gaat het ook via de voorzitter uiteraard naar de minister. En nooit over ambtenaren. Die scherpte hou ik wel graag van en ik hoop u ook. Gaat u verder. Dank je voor. En tot slot, hè, dat is een vraag die ik tijdens die technische briefing heb gesteld. Kan iedereen nakijken op bijvoorbeeld debat gemist. Hè? Dus 5 april 2023. Doe dat ook vooral van, klopt het? Heb ik aan een expert gesteld die er was, die er nu ook is trouwens. Van klopt het, die ook in die toezichtscommissie zat. Van klopt het dat met deze wet de inlichtingendiensten de bevoegdheid krijgen in die verkennende fase om alle dataverkeer in Nederland te tappen en dat dus een half jaar lang op te slaan. Het antwoord was daarop onverbloemd ja, die krijgen ze. En mijn vraag is nu ook aan de minister, klopt dat? He? Staat het zo in de wet? Klopt dat? Geeft de minister via de voorzitter, geeft hij daarop hetzelfde antwoord? Dat is dus een ja of nee antwoord volgens mij, dat kan heel simpel. En dan meer specifiek. En wat betekent dat? Hè? Dat betekent natuurlijk dat het is eigenlijk ongelooflijk dat dus alles nogmaals, je mensen, dus je mailtje naar je advocaat, doktersrecept, je aankoop, alles zit natuurlijk in die datakabels. Alles kan dus worden afgetapt en afgeluisterd ook. Dat is mijn volgende vraag. Artikel 6, lid 1, we hebben daar ook trouwens een amendement over rondgestuurd. Ik hoop dat mijn ambtsgenoten daar goed naar kijken. Daar staat dus afluisteren. Dus in die verkennende fase kan worden afgeluisterd. Afgeluisterd, hè? Het is natuurlijk heel belangrijk om goed te formuleren in wetsteksten. Dus wat betekent nou afluisteren? Ik heb het even nagezocht in de Vandalen, want daar zal een rechter ook naar gaan kijken. Die gaan naar de Vandalen. Afluisteren betekent onopgemerkt, maar met opzet luisteren. Luisteren. En luisteren betekent, dat kun je ook in de Vandalen opzoeken, gericht horen, zodat iets tot je doordringt. Oké, horen. En horen met het oor waarnemen. Oor. Kijk, een computer heeft geen oor.
Het zijn dus mensen die moeten luisteren. Dat staat zo nu in die wetstekst. Dus er wordt de hele tijd in die verkennende fase gesproken van het is allemaal geautomatiseerd met computers, maak je geen zorgen. Maar als je die wetstekst dus leest, kan straks iemand dus alle dataverkeer ook nog eens gaan afluisteren met zo'n koptelefoon op. Dat kan, dat staat in de wetstekst. Dat is Leben de Ander, dat is die film. En dan het heikele punt van het mogen doorsturen van die informatie in die verkennende fase, toch echt ongelooflijk, naar buitenlandse inlichtingendiensten. Zelfs de Raad van State, normaal niet onze vriend, die maakt in het advies op van ja, maar waarom gebeurt dit? Dit moet je niet doen. En dan houdt het kabinet via de voorzitter de poot stijf. Nou, we gaan het toch doen. Voor mij is dit echt onbegrijpelijk. En de reden die dan wordt gegeven is van ja, dat moeten we wel doen, dat moeten we doorgeven. Al die van alle Nederlanders, al die informatie, alles wordt dan doorgegeven, bijvoorbeeld aan de Amerikaanse inlichtingendiensten. En dan, ja, dan kunnen ze ons helpen met technische analyse. Nou heb ik daar toch wat vragen. Welke technische analyses zijn het dan die wij als Nederland blijkbaar niet kunnen doen, die zo belangrijk zijn dat we al onze data moeten doorsturen, bijvoorbeeld naar de Amerikanen? Hoe vaak is dat trouwens al gebeurd dat die data is doorgestuurd naar de Amerikanen? Of welke andere inlichtingendienst dan ook? En waarom kunnen wij, dat is ook een vraag die ik heb, waarom kunnen wij die capaciteiten die dan blijkbaar nodig zijn, waarom kunnen we die zelf niet ontwikkelen? Zeker gezien het feit dat er zoveel partijen zijn. We gaan trouwens dat abonnement van de SP, dat goede abonnement, ook zeker steunen om te voorkomen dus dat die informatie wordt gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten. Waarom kunnen wij die capaciteiten niet zelf ontwikkelen? Dus dat zijn, en ik vind het heel vreemd, vooral ook omdat we weten, kijk, die Amerikanen willen alles afluisteren. We hebben natuurlijk hele grote internetkabels, internationaal, die komen hier in Nederland aan land. Ja, daar zou die Amerikanen maar wat graag een tap op zetten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar wat kan straks met deze wet? Kan het AIVD het wel doen? Die kan het wel doen. Dat gaan we voor tekenen. En die kan het vervolgens doorsturen naar de VS. Want daar tekenen we ook voor.